Leos, okay, so Leos, het is de week van kerst, prettige feestdagen. In deze week hebben jullie mee te maken met de visgreep of de scorpion man is een vis en een crave man. Ja, yeah, scorpion ook, daar op de zijkant. Okay, dus problematic situatie in de family. En voor de Leos, the week is a good week, maar als je heeft een vis man, of je bent connected met een vis, whoever deze persoon is, een vis, of een crave of a scorpion man, some sort of a problematic situatie. Als je hebt geen connectie met deze mensen, dan is het goed. Leo's that have veel van jullie Leo's wil naar huis om even gaan veren met jullie ouders en see you daar. Beoordeling komt op aan een scorpion man en vrouw. En mensen recognize dat een scorpion man en vrouw hebben een crave. Man betaalt heel veel geld om een kind some sort of a reisdocument of blijvervulling te krijgen. Alles komt even boven water. Leo's that have a kind that is a waterman vehicle of tweeling. Problematic situatie deze kind. Deze kind wil... Wil met zijn vader gaan van de family problematic situatie, oké? Okay? Dus maandag, heleboel problem met een vis en een crave family. Een heleboel informatie is nu boven water gekomen over een vis en een crave family. Mensen recognize wat de vis en een crave family have gedaan. En hoe deze mensen have creëren heleboel oneerlijk spelletje. Dan zien wij op dinsdag is een goed dag voor jullie, positieve dag, maar ik zie zorgen voor een visman. Conflicts voor jullie Leo en een visman, heel veel problematische situatie op dinsdag. Dinsdag is een zeer positieve dag. Woensdag ook, de zes van Pentacles, dit is best wel goed. Heel veel van jullie Leo's overkomen een family issue en een family problema. Sommige van jullie Leo, je zoekt financial steun voor je family. Dat zien wij daar, dat heleboel van jullie Leo zoekt heleboel financial steun voor je family, okay? De energy van de ster is hier en there is some sort of a problematic situatie dat jullie Leo overkomen en it have made to maken met heleboel geld. And here seen by a crave man and jullie Leo zitten te vechten over heel veel geld. Geld dat was either genomen of gestolen of geld dat moet terugbetalen. A crave man is nu in heel veel problemen om de communicatie is even boven water gekomen waar men zien dat de crave man heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Jullie Leo's wordt succesvol hier overkomen deze problematische situatie. Mensen now recognize that a scorpion vrouw is the moeder van a young Leo man and ze recognize that deze scorpion vrouw have heel veel geld om deze young Leo gestuurd to offer some sort of terugbetaling on a crave man. A heel veel problematic situatie ook als je ouders is visgreep of scorpion. As your mother is visgreep of scorpion, your father is visgreep of scorpion. Problematic situatie voor jullie. Leo's want a beoordeling. Come up on a crave man and a vis man that had collaborated and did it that was niet door de bocht. Dus, so it's as a corporate institution recognize that a crave and a vis man samen have iets gedaan dat was niet door de bocht zorgen voor een visman, omdat een visman recognize dat door jullie Leo, die raakt alles nou kwijt. Dus emotionele problematic situatie waar een family is nou een heleboel problemen. Informatie, conflicts, zorgen voor jullie Leo's en voor een crave. Mensen nou recognize wat een Leo en een crave heeft gedaan. Ik zie dat een Leo probeert om weg te gaan en deze Leo wordt gepakt. Dus is zoals een Leo wil even terug naar zijn familie. Familie stuurt geld om deze Leo terug
En ik zie beoordeling, omdat is een situatie dat deze leeuwen willen terug, maar ze worden gepakt op het vliegveld of zo, omdat deze leeuw had valse documentatie of informatie. Dus ik zie huge, huge problematic situatie. De zes van Pentacles, ik zie een successful event waar jullie leeuwen overkomen, een visman. Dus je goede dag is dinsdag, woensdag, donderdag. De feestdagen is zo, het is een problematic situatie met family beoordeling. Heel veel informatie is nou out over family en mensen recognize dat family hebben co-created some sort of a oneilig situatie en problematic situatie. En nou mensen is van nou op de hoogte en recognize dat family again family that is connected met jullie Leo's of jullie Leo's that connected met an other family, maar daar is problematic situatie. A young Leo family probeert some sort of a geld om ze te sturen. Okay, and ik zie a vismensen is echt boos over wat is gebeurd. And ik zie problematic situatie voor a craveman. A heleboel communicatie email is opgeleverd. En mensen recognize dat a craveman was achter a groot inval on a family. A craveman is degene that have created een grote inval aan een family. Mensen nou is nou optical coma, wat een crave have taken a family. Een crave have samengewerkt met een visman en create heel veel problematic situatie voor een family. Een scorpionetje koppel moet heel veel geld samen met de crave heel veel geld gaan terugbetalen vanwege de oneerlijkheid en de oneerlijk spelletje wat ze have creëren tegen family. Okay, het hoeft niet jullie family Leo's. Voor de rest, ik zie geld, maar problematic situatie met geld. Beoordeling over Leo. Omdat mensen recognize dat deze persoon heeft geld genomen om de valse benodigdheid. De family, een straf of, een straf is gezet op de family. Okay? Namaste. Until next time. Genieten van je kerst.